Hoi, wil je misschien vertellen wie je bent en wat je hier komt doen? Ja, ik ben Jurgen Aden, ik ben 19 jaar en ik studeer sportgezondheid en management. En vanuit de studie ben ik gevraagd om hier vrijwilligerswerk te komen doen. En ik ben aanspreekpunt vandaag en ik wil programmaboekjes uit aan de bezoekers. En je vertelde net dat je uit Nijmegen komt, dus je kent het hier wel goed. Ja, hoor. Wat hoop je de mensen te laten zien of wat hoop je dat mensen denken over Nijmegen als ze hier geweest zijn? Ja, ik hoop de mensen te laten zien dat het een hele gezellige stad is. Maar ik denk dat ook het centrum ziet er ook hartstikke leuk uit. Dat moet ook goed komen. Echt heel leuk, hè? Ja. En je zei net, ik vind het niet zo erg om vrijwilligerswerk te doen. Wat hoop je vandaag mee te maken, te zien, te leren? Ja, een beetje te kijken hoe het eraan toe gaat met zo'n groot evenement. Want het is natuurlijk, ik kom natuurlijk niet ieder jaar in Giro d'Italia naar Nijmegen. Dus nee, ik hoop een beetje te kijken hoe het eraan toe gaat met zo'n groot evenement. Ja. Ja. Hey, en waarom heb je de opleiding sportgezondheidmanagement gekozen? Ja, ik vind management sowieso heel interessant. En ik ben zelf heel erg sport-minded, dus dat was een ideale combinatie eigenlijk. Dus was er vrij snel uit. Ja. Ja. En welke sporten vind je met name interessant? Ja, ik ben zelf voetballer, dus vrij standaard. Maar ik vind eigenlijk sport in het algemeen altijd wel leuk. Dus ja. Ik heb niet echt specifieke voorkeur verder. Nee. En heb je ook een droom van, oh, dat zou ik top vinden als ik dat later in de sport kan doen? Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden om een marketingafdeling bij een voetbalorganisatie te werken. Dat zou ik wel echt heel erg gaan. Ja, okay. Ja, zeker. Ja, top. En heb je ook al ontdekt welke talenten je hebt? Ja, bij goed in bent, wat je daarin zou kunnen gebruiken? Ja, ik denk dat ik goed een echte teamplayer ben en kan goed samenwerken. Ik denk dat ik dat mensen mij heel erg betrouwbaar vinden. Dat ik dat merk ik, dat hoor ik vaak van anderen. Dat ze mij een betrouwbare jongen vinden. En, En welke talenten ga je vandaag laten zien hier? Ja, een stralende glimlach natuurlijk. Ja, dat dacht ik al, die moet je zeggen. Ja, dat vooral, ja. Ja, leuk. Onwijs bedankt. Heel veel plezier. Dankjewel, kom pas goed.